Vrienden kies je, je familie niet. Het is een uitspraak die je vaak voorbij hoort komen en zeker wel eentje die deels geldt voor Delsin, de hoofdpersonage uit Infamous Second Son. Zijn broer Reggie is namelijk alles wat hij niet is. Zijn broer is netjes en succesvol. Kortom, iemand die de boel op orde heeft. Delsin is daarentegen een schoffie van de straat. Zo oogt hij ook met zijn hippe jack met buttons en muts over de kop getrokken. De broers leven in Seattle. Naast dat dit de stad is waar de ontwikkelaar gehuisvest is, is het ook de stad die onder de controle staat van de Department of Unified Protection. Deze organisatie vecht tegen zogeheten bioterroristen, mensen met actieve krachten. En je raadt het al, Delsin is opeens vrij snel in de game a conduit, een mens met een kracht. Hey! Hey! You guys need any help? It's one of those freaks! Whoa! No, 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 no! In het begin van de game is Delsin erg krachtig met smoke. Hij ondervindt dat hij opeens vlekkeloos de deuren kan zonder ze te openen of door de lucht kan zweven voor luttele seconden. Hij kan van alles. Smoke is opeens zijn ultieme wapen om zich te verzetten tegen de Department of Unified Protection. Later ontdekt Delsin dat hij ook opeens krachten van andere conduits kan overnemen en dan heeft hij opeens de macht over Neon. Waar hij met Smoke nog door schachten kon en zo uitkwam in een heel ander stuk gedeelte van een gebouw, kan hij dankzij Neon supersnel langs gebouwen rennen. En je merkt het al, iedere kracht doet weer andere dingen met Delsin. Een van de meest verslavende onderdelen van Infamous is het opwaarderen van al Delsin's krachten. Her en der in de game zijn er drones die hem in de gaten houden en de vijanden alarmeren. De kunst is dan ook om die drones zo snel mogelijk uit te schakelen. Niet alleen leuk, maar ook erg relevant. Want met de scherven die vrijkomen als je zo'n ding stuk maakt, kun je Delsin's krachten sterker maken. Logischerwijs betaal je voor de ene optie meer dan voor de andere. Er zijn genoeg mogelijkheden, zoals het kopen van een raket die je dan met smoke op je vijanden kan afvuren. Of de mogelijkheid dat je gezondheid herstelt zodra je een schacht in rent. Het kan allemaal en het is allemaal leuk. Wat minder leuk is, is de variatie in de game. Of beter gezegd, die is er eigenlijk niet. En dit is dan ook precies het onderdeel waarvan je denkt, hier had zoveel meer ingezeten. In Infamous Second Son ben je eigenlijk niet meer dan een simpele loopjongen die van punt A naar punt B moet om een klusje op te knappen. Toch is er geen twijfel, Infamous Second Son is de beste game die de PlayStation 4 momenteel heeft met een uiterst soepele besturing, supergelikte graphics en snelle actie. De open wereld is de moeite waard om te verkennen en de gezichtsanimaties zijn verbluffend. Maar omdat Infamous te weinig biedt, is dit niet een game die je uren achter elkaar wilt spelen. Het biedt niet het avontuur van een Tomb Raider of Uncharted, waar je zo ingezogen wordt dat je niet meer kunt stoppen. Toch is Infamous Second Son wel een goede titel. Het is de game die elke PlayStation 4 bezitter koopt en wil hebben. Maar het is niet de titel waarvoor je speciaal een PlayStation 4 in huis haalt. De echte klappen voor de PlayStation 4 moet dus nog steeds komen.